Winston Weert heeft in verband met zijn 60ste verjaardag gisteren een presentatie gehouden met als titel Mijn ervaringen in de Surinaamse politiek als vrijdenkende intellectueel en mijn visie op de toekomst van ons land. Weert zegt dat het onderwijs ons nu opleidt en vormt om de mogelijkheden die ons land biedt zelf ter hand te nemen. Volgens Weert wordt er nu pas gesproken over landbouwonderwijs. We hadden de kennis niet ervoor, omdat we de mensen niet opgeleid hadden het te doen, zegt hij. Maar waarvoor wel belangstelling hadden is van, met de bank Godwin door de zee. Het verhaal van staatspolitie is ons bekend. Er was olie gevonden, maar die grote jongens waren gekomen, maar het was interessant genoeg. Dus olie weer. Totdat er een moment zich voordeed in het dorp kwam waarbij er werd gezegd van, wat die voldoende is voor Elf en Wolf en Esso en Exxon en Shell, kan wel voldoende goed zijn voor ons. Want je hebt in Texas heb je gewoon de olieboeren. Iemand wint olie gewoon op zijn erf, dus het is mogelijk om het te winnen. Dus toen is er een doorbraak gekomen in ons land op dat stuk. Weert zegt verder dat er royalties zijn ontvangen voor met name de export van bauxiet en goud. Nu zijn het de Chinezen die hout exporteren. Veel goud wordt gewonnen door Braziliaanse garimpeiros en voor de rest overheersen de Canadees-Amerikaanse multinationals IAM Gold en Newmont de goudsector, zegt Weert. Het ontwikkelingsbeleid heeft ook niet veel daar aan verbetering aangedragen. En dat werd ook ruidelijk in het rapport toegegeven. De verwoording welke daarvoor staat, het resultaat van het ontwikkelingsbeleid vanaf de Tweede Wereldoorlog, welke sterk wanneer zijn invloed is geweest, is dat Suriname haar mogelijkheden van economische ontwikkeling heeft verpakt of verkocht aan het buitenland, terwijl eigen bevolking letterlijk werkloos, en bij werkloze ambtenaren en de werklozen, blijft toezien. Nou, mijn vraag altijd is van, weten we dat niet? Conclusie, het beleid van zowel de Surinaamse regering ten aanzien van Suriname heeft een neocolonialistisch karakter. Aldus Winston Weert, die heeft gisteren een presentatie gehouden met als titel Mijn ervaringen in de Surinaamse politiek als vrijdenkende intellectueel en mijn visie op de toekomst voor ons land. De presentatie is gehouden in Theater Unique.